Oef, de paardenmarkt van Kuringen nu, want dat is onze blikvanger deze week. Eens kijken wat dat voorstelt. Voor de mechanisering van de landbouw waren hoefsmeden nog personen van aanzien en paardenmarkten waren belangrijke en vaak feestelijke aangelegenheden. In de agrarische maatschappij stelden ze immers economisch nogal wat voor. Maar het kan verkeren, zoals u weet. 10 jaar geleden was de Sint-Gertrudismarkt van Kuringen bij Hasselt nog maar een zwak afschijnsel van de glorierijke bedoeling die ze ooit geweest was. Een comité van bezielden kon die troosteloze aanblik niet langer verdragen. Zij zouden de Kuringse paardenmarkt een nieuw aanschijn geven. En ja hoor, in 1979 werd gestart met de nieuwe, geanimeerde formule en sedert 10 gaat het met de markt en het aantal bezoekers gestadig de hoogte in. Met een 8e hoefnagel wordt dit jaar ook de 8e editie van de paardenmarkt geopend. Midden in het dorp is het te doen, op weiden en terreinen achter de bruine zandstenen kerk van Kuringen. Wij filmden donderdag in het prachtige decor van de Herkenrode Abdij, een spreekwoordelijke boogscheut van het dorpsplein vandaan. U kan er eens langs volgende zaterdag, maar daar is het dus niet, dit jaar althans nog niet, te doen. Uit het programma, defilés met aangespannen koetsen, een hoefsmid in volle actie, een ponycarousel en een prikkelende hengstenshow. Dit jaar is een trekdemonstratie en dito-wedstrijd met zware Brabantse paarden. Volgende zaterdag dus. Het animatiegedeelte begint zowat rond de klok van 10:00. De markt zelf, met het schouwspel van keuren, loven en bieden, begint al om 8:00 's morgens en de organisatoren geven 100 frank aan iedereen die met een paard naar hier wil afzakken. Leuk idee. Het dorp van Kuringen, tegenwoordig deelgemeente van Hasselt, ligt op enkele honderden meters van uitrit 27 langs de E313 Boudewijnsnelweg. Paardenvijgen op de grond en in de mond. Jawel, een Kuringse bakker bedacht zowaar een speciaal en, neem het van ons aan, zeer lekker gebakje voor de bruine gelegenheid. Smakelijk. Alleen